Als hij verdoofd is, dat hij overal meedraaien. Dat is een goede indicatie of hij goed verdoofd is of niet. En hoe doe je normaal de dosering bepalen? Het staat op de verpakking eigenlijk van alle dus als dingen. De ogen meedraaien, is het goed verdoofd. Hou er rekening mee dat de koude temperatuur het langer duurt. En bij als de ogen meedraaien, is het goed verdoofd. Bij warme temperatuur moet je ook wat sneller handelen, want dan heb je minder zuurstof in het water zitten. Maar dat lost het spul makkelijker op. Dus het staat meestal gewoon op de verpakking, hier staat het ook op. Dit is denk ik 2 ml per 5 liter water. Ik ga niet wachten tot die helemaal op te zijn. Voor mij is het ook, maar het is een beetje gemakkelijk. Als je omgaat draaien, is het moeilijk of zo. Pak hem gewoon even in de mond, maak niks uit. Je bank kan jullie toch ook niet vinden wat je zelf hebt. Je moet draaien om. Pak hem weer vast, haal je dit boven water, kun je met deze vingers hem tegen. En dan kun je als het ware zo hier een strijkje gaan maken. Zie je dat? Nou, dan heb ik een klein beetje, dat is al voldoende. Dan kijk maar eens. Zal ik nog één keer. Goed. Als je rechts bent, kopje naar links. Duimen aan deze kant. Vingertje bij elkaar. Zo omdraaien. En dan kun je kijken. Je kunt hem ook zo vasthouden. Meestal gaat dat ook wel vrij goed. Dan kun je redelijk goed kijken. Dan draai ik altijd nog om te kijken of zijn bek in orde is. Maar dan kun je ver kijken. Het ziet er allemaal keurig schoon uit. Ik vind alleen deze vis te mager. Voor de rest ziet hij er goed uit. Dus er zijn heel veel mensen vragen, kun je zien of de mannetje vraagt? Ja, moet je hem laten vallen? Als hij een oude zegt, valt op zijn balletjes, dan is het een mannetje. Met zo'n magere vis is het wat moeilijk hoor. Vaak, je kunt het voelen. Als hij hier zeg maar wat ruwig is. Dan is de mannetje die in paarstemming is. Nou, dat is hij niet. En dan kunt u hieronder nog kijken of het een T'tje of een rechtlijntje is. En dat lijkt mij een mannetje. Dus wat rechter. Mijn vrouwtje loopt hier nog een. Het blijft moeilijk. Ja, het blijft soms moeilijk hoor. Ik heb kwekers gezien die daarnaast zaten. Goed, als ze in paarstemming zijn en zo, dan is het allemaal makkelijker. Maar gewoon laten vallen als hij ouders zegt, valt hij op zijn balletjes, is het een mannetje.